Er was namelijk één programma dat jou dit weekend kennelijk heel erg bezig hield. Ja, nou ja, ik zat natuurlijk ook helemaal vol in Parijs de afgelopen dagen. En gisteravond dacht ik na de demonstratie van... het is ook wel fijn om even iets anders te kijken. Dus ik zat de aardappels te schillen voor de zuurkoolstampot. En toen heb ik even gekeken naar Droomhuis Gezocht van Omroep Max. Een heerlijk programma, een baken van rust in deze woelige tijden. Echt een Omroep Max-programma. Kenmerk van een typisch Omroep Max-programma is... het gaat super sloom, er gebeurt helemaal niks... en je kunt prima even wegdommelen of op de wc gaan zitten... of bijvoorbeeld de aardappels even opzetten zonder echt iets te missen. Nou, dat is dus perfect voor deze week, een soort tegenhanger... uitleg voor, over Droomhuis Gezocht. Er is elke week een stel in de Omroep Max leeftijd... dat een tweede woning zoekt in het buitenland. En dan gaat Sybrand Niessen, de presentator van Omroep Max... de eeuwig jonge Sybrand Niessen... die laat ze in dat land van hun keuze drie droomhuizen zien... en vervolgens moet ze er eentje kiezen... waar ze dan eventueel een bod op zouden willen doen. Een lekker babyboomersprogramma, maar daar is Omroep Max tenslotte ook groot mee geworden. En een heerlijk programma om je eens op te winden... over gewoon iets futiels wat helemaal niet te doet... Bijvoorbeeld dus babyboomers. Deze keer waren de babyboomers in kwestie Henny en Corrie uit Zon en Breugel. Die wilden een huis in Slovenië. Zogenaamd om de drukte te ontvluchten. Maar tussen de regels door hoor je dat ze een hele andere reden hadden. Nou, de reden waarom wij in Slovenië een huis zoeken... is dat we de drukte van Nederland wel een beetje willen ontvluchten. We zitten hier zelf midden in het centrum. En we zitten volop in het drukke gedoe, toch wel. Dus als we in Slovenië zouden zitten, dan zitten we toch wel wat rustiger... Plus we kunnen daar toch werken, want ons werk, ja, we nemen de laptop mee, de telefoon mee. Ja, je zit dus in het centrum van Zon en Breugel en je vindt het eigenlijk al te druk in Nederland. Dat zegt wel ongeveer genoeg over hoeveel stress je aan kunt in het leven. Wat je nu eigenlijk hoort is dat Henny en Corrie helemaal geen zin meer hebben in het verenigingsleven in Zon en Breugel. En het oppassen op de kleinkinderen en overal van elk clubje maar voorzitter te moeten zijn. En een carnavalswagen in elkaar te moeten knutselen. Ze willen gewoon met rust gelaten worden en dat kan natuurlijk het beste in Slovenië. Ja, het leven is heel erg zwaar wanneer je begin 60 bent en niet weet wat je met je geld moet en superveel vrije tijd. Hebt. Nou heb ik niks tegen babyboomers. Mijn vader is er eentje, mijn moeder is er eentje. En ik heb babyboomers onder mijn beste vrienden en collega's. Alleen Henny uit Droomhuis Gezocht, de man, toont ons wel meteen al zijn irritante babyboomers kwaliteiten. Een voorbeeld. Je niks laten vertellen en doen alsof je alles al wist. Dat noemen wij thuis het Hans Wiegel-syndroom. Henny doet dit door consequent iedereen na te praten... alsof hij al die gedachten die mensen uitspraken zelf ook al had... maar ze allemaal gewoon net 3 seconden later uitspreekt. Zo. Nou. Wat mooi. Mooie slaapkamer. Beneden, dat is wel fijn, uit de begane grond. Begane grond, heel fijn. Ik mis een kast. Ja. Maar jullie kunnen we een kast kwijt, hè? Een kast kwijt, ja. Mooi strak ook, vind ik. Ja. Vloer vind ik heel mooi. Ja, ik ook. Vind ik heel mooi. Het is echt een houten vloer, hè? Ja. Ja, dit is dus, ja, je hoort dus dat vrouw eigenlijk de dienst uitmaakt. Maar Henny wil zich ook graag mee bemoeien. Daarnaast probeert hij ook de hele tijd de jolige man uit te hangen... door zijn vrouw de hele tijd stereotyp te benaderen. Ziet hij een keuken in het huis, dan roept hij dat hij voor haar is. En als het huis groter is dan verwacht... dan roept hij dat Corrie heel wat te poetsen heeft. En Corrie kijkt hem daarna de hele tijd aan... met een blik die het houdt tussen woede, ongeduld en medelijden. En die blik verraadt meteen wie er thuis eigenlijk de baas is. En wie enkel mee mag om Sybrand Niessen na te praten. Als in een typisch Sloveens eetgelegenheid tussen alle huizenzoekerij door eens even gaan dansen, verzint Corrie meteen een list om even los van Henny te kunnen zijn. Ik dacht toen ik hier binnenkwam, ik mag een keertje gaan dansen of zo. Dat dacht ik. Met een man in klederdracht of zo. Dat had ik echt verwacht. Maar niet met mij. Dat je niet maar verwacht. Niet met jou, nee. Maar goed, toen moest ik met jou... Toen moest ik met jou. Toen wilde ze iemand aftikken, zoals wij op de dansvloer doen. En die man die was er niet van gediend en zijn vrouw al helemaal niet. Dus ze heeft verplicht de hele avond met haar eigen man te dansen... omdat niemand haar wilde aftikken. Nou, zo dansen Corrie en Henny door Slovenië. Alleen de quickstep, want Henny kent verder geen dansen. En ver van Zon en Breugel, waar het zangkoor, de carnavalsvereniging... en de biljartclub de tering kunnen krijgen, als mede de kleinkinderen. Want Corrie en Henny gaan niet vrijwilligen en oppassen. Die gaan hoog in de bergen genieten van het huis dat ze uiteindelijk hebben gekozen. En dat van binnen helemaal beplakt is met houten schroten. En dat heb ik bekeken en daardoor dacht ik even 3 kwartier lang niet aan Parijs. Nienke de Jong, dankjewel. Tot volgende week. Cafés en restaurants. Ze hadden het moeilijk de afgelopen jaren van de economische crisis natuurlijk in Nederland. Maar